Het is inmiddels prachtig weer geworden en we boffen dus. Mooie start van het weideseizoen. Op 26 maart zijn hier de koeien naar buiten gegaan. We hebben op die dag 5 kilo droge stof aan kuil uit het rantsoen op stal weggehaald. Dat was onze inschatting dat dat er buiten wel zou moeten kunnen staan. En dat blijkt ook. De koeien zijn inmiddels een liter of 2 gestegen. We zitten op dit moment op een dagproductie van 44 kilo per koe per dag. En dat is eigenlijk nog wat extra. Dus is de droge stofopname aan vers gras beter als op stal. En de omstandigheden van het groeien op het gras bieden die ruimte ook. En daar kan je alleen maar achter komen als je aan het meten gaat tussen de koeien in het gras van de percelen waar je weidt. Meten doe je om te zien of de droge stofbehoefte die de koeien hebben, of dat hier ook daadwerkelijk staat. Kijk, de koeien lopen vandaag in dit perceel. En we vinden hier toch al met gemak 14 centimeter gras, zelfs een enkele keer 15. Het is goed om te weten hoeveel gras dat er staat. Wij mikken op deze lengte van gras. En om het verschil nu eigenlijk te zien hoeveel dat de koeien opeten per dag, moeten we ook het perceel van gisteren even opmeten, want dan kunnen we zien hoeveel dat daar overgebleven is. Ja, hier meten we het perceel waar de koeien gisteren uitgekomen zijn. Staat een 11 centimeter ongeveer. Dat wil dus zeggen dat de koeien ongeveer een 4 centimeter opgegeten hebben. 1 centimeter is 100 kilo droge stof per hectare. Als je dan weet dat onze perceelsgrootte een 2,5 hectare is, doe je die 4 keer 2,5, kom je uit op 1000 kilo droge stof aan vers gras beschikbaar per dag. En je deelt dat weer door de koppelgrootte, die 110 koeien die wij hier in de melkgevende groep hebben. Dan zie je dus dat er ongeveer 9 kilo droge stof vers gras beschikbaar is. Dat is meer dan de 5 kilo die we op stal weggehaald hebben. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat we nog wat restvoer zien. En de reden dat de koeien toegenomen zijn in de melk. Ja, het verschil tussen het perceel waar de koeien gisteren uitgekomen zijn en waar we ze vandaag inscharen is dus 3 à 4 centimeter. Ja, komt dat wel goed met 5 percelen die tijd om het weer terug te groeien? Normale groei in het voorjaar bevindt zich tussen de 40 kilo droge stof en een 100. En uiteindelijk bij die 25 weer, dat korte broekenweer, dan zie je hem exploderen over de 100 kilo droge stof per hectare. Die centimeter per dag. Wij hebben nu 5 dagen de tijd om die 3 à 4 centimeter terug te doen. En dat past ook wel. Midden april, mooi weer, het groei past hartstikke goed. Meten, dat is de enige manier om het te kunnen controleren of dat er ook daadwerkelijk teruggroeit wat je aan wil bieden. Dus de conclusie van het rondje meten van vandaag, dat er eigenlijk al wel meer gras staat en opgenomen wordt. En dat ik dus eigenlijk op stal nog wel een paar kilo droge stof uit het rantsoen weg kan halen. En dat klopt, want ik vind wat te veel restvoer naar mijn zin. Het systeem van roterend standweiden is eigenlijk dat we al weten wat er gaat gebeuren. Registreren moet. Nou, in ons geval 26 maart zijn de koeien naar buiten gegaan op perceel 1. Op 27 maart liepen ze op perceel 2. 5 dagen later, 1 april, weer op perceel 1 uit. En dan gaat diezelfde trap weer ontstaan. Roteren en blijven standweiden op diezelfde percelen. De simpelheid van dit systeem maakt het dus ook echt mogelijk dat we hem nu al in gaan vullen tot half mei. Er is maar één ding wat dit kan verstoren en dat is heel extreem afwijkend weer. Ja, dat zie je, net zoals vorig jaar bijvoorbeeld, wel in de zomer ontstaan. Maar in het voorjaar is dit systeem eigenlijk altijd te handelen. En daarom vullen we hem op deze manier in.